Hier zie je een van de viooltjes die ik in januari heb gezaaid en die begint dus aan zijn eerste, een van de eerste echte blaadjes wat hij gaat krijgen. Ze zijn wel erg langzaam wat het groeien betreft en het zal ook nog wel een poosje duren voordat ik hier een plantje uit krijg waar ik mooi mee kan pronken. Iedere ochtend plaats ik de bak met onder andere de viooltjes in de voortuin. Zodat, die, uh, zodat ze lekker in het zonnetje kunnen staan en dan dus uh, beter kunnen gaan groeien en ontwikkelen. En uh, richting de middag dan gaan ze naar de achtertuin omdat dan het zonnetje daar zal schijnen. Viooltjes saaien is echt iets voor geduldige mensen. Je moet er nog best wel lang op wachten. Nou, dat ben ik dan dus ook hiermee aan het leren. De viooltjes die ik hier aan jullie laat zien, die heb ik dus al gezaaid voor de herfst. Dus die zijn al een eind op weg en zullen er al wel klaar voor zijn om straks in de lente mooi te beginnen. Om hier heel veel kleur te gaan geven.